dat ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Het nieuwe nummer van Nederland van het Songfestival is bekend. Wat vindt u daarvan? Vreselijk. De jongen is helemaal zichzelf. Ik luister naar andere muziek. Ik vond het wel de nummer. Wat zijn de eerste voorspellingen van de boekmakers? Nou, de eerste reactie van de boekmakers op het liedje van Joost Klein was eigenlijk niet zo enthousiast. Meestal wat er gebeurt is dat als een liedje wordt gepresenteerd, dan stijgt het automatisch een paar plekken. Gebeurde niet. Donderdagavond zakte Nederland terug van een 21ste naar een 22ste plaats. Inmiddels staan we op nummer 20, dus de lijn omhoog. Al is het langzaam, maar die is wel ingezet. Wie staat er dan op nummer 1? Nou, op 1 staat op dit moment de inzending van Kroatië. Lange tijd stond Oekraïne op 1. Het is waarschijnlijk een emotionele stemgedrag is dat. Maar Kroatië die heeft ook een soort freaky nummer. Net als Nederland en overigens ook net als Estland en Finland. En dat slaat dus kennelijk wel heel erg aan. Je hebt net voor het eerst het clipje gezien. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel leuk eigenlijk. Het filmpje zelf is erg goed gedaan. De design, de muziek is ook goed geschreven. Dat is wel grappig. Ik ben benieuwd hoe het gaat vallen bij menig mens. Want ik vond het anders. Maar op zich wel hip. Ik vind het gewoon een kanje. En denkt u dat we een beetje kans maken straks? Ik denk dat hij wint. Douze pour Hollande. Pays-Bas. Jeetje, ik weet wel zeker dat hij gaat winnen.